Zal ik ook even kaas voor jou schaven dan? Ja, ik ben nu de kaasboterham. Want op moet je ook pas de boter en de kaas ook. Oh. Ja, met ja, havenstap heb je ook inderdaad boter nodig. Ja, en voor kaas. Ja. En voor worst. En dit voor pasta, die plak zelf. Heel goed, ja. Maar zelf dingen die niet plakken. Die moet je bij boter gevlogen blijven. Maar boter plakt toch. Nog één schepje. Ah, het komt op mijn lijn. Dat is het niet. Nee, je moet op je boter aan. Ja, liefje. Nou, dat gaan we even niet doen, hè. Maar dat is eten bij een klaar boter of niet? Ja, maar dan nog. Ik ga niet geld net geven aan Roblox. En als we klaar zijn met de boter, dan gaan we niet goed nakijken. Oké. Ik ben niet zo snel klaar met boter of niet. Dat geeft toch niet? Nee, ik geef helemaal niet. Je mag gewoon rustig op je gemakje. Ja, dat mag gewoon. Zo, wij hebben al onze werkjes af. Finally. High fives. Don't leave me hanging. Took forever. We zijn namelijk echt aan ons scherm gehecht vandaag. Ik kan er niks van zeggen, want ik doe het zelf ook. Want, ja. Ik wilde nog wel alle dingen regelen. Ook omdat ik volgende week natuurlijk eigenlijk wel wil werken. Dus daar ben ik mee bezig geweest en de nieuwe glazenzetters heb ik gebeld om die moeten komen. Want we hebben al een offerte gehad, maar die mensen doen niet gelijk de kozijnen mee schilderen. En dit bedrijf kan dat wel, dus even daar een offerte van opvragen. Wat heb ik nog meer gedaan? Mijn e-mails gecontroleerd. Helemaal niks! Nou, ik ben heel de hele tijd met de computer bezig geweest. En iedere keer zin ik weer wat nieuws, dus ik denk, oh dat moet ik ook nog even doen. Ach ja. Ach ja. Mevrouwtje, mooie make-upies. Oh, boom. Zullen we even je iPad aan de oplader leggen? Ja, maar hij is niet leeg. Nee, maar hij moet ook niet leeg worden ook, hè. Mama moet straks nog meer werk verrichten. We gaan eerst eens even lekker naar buiten. Weet je wat je wil gaan doen? Ga hem even verzinnen dan. En jij, meneertje? Jij bent nog steeds aan het Robluxen. Ja, ik vind het zo leuk. Behalve dit spelletje vind ik echt zo leuk. Maar ik denk niet dat je nog heel veel tijd hebt hoor. Je zou dan ook gewoon worden verdienst klaar met je eigen huis maken. Maar mag ik na het buiten spelen meer tijd? Als je buiten bent geweest. Dan gaan we eens even kijken.
Dan denk je dat je eerst coulatijd krijgt. Coulatijd? Ja, je hebt het wel uitgeveegd op het bord, maar het was nog niet klaar, hè? Deze? Ja, jij hebt wel op de Europagina gekeken, toch? Maar ik wil wegpoetsen. Hier zo dichter poetsen. Ga maar doen. Hé, hey, volgens mij is het klaar. Of nee, oh nee. Het is nieuw klaar, hè? Nou, vooruit maar weer. Je voetjes. Ik kan ook nog een trucje. Kan je ook nog een trucje? Zo, hé. Ik kan dit. Wat kun jij? Pas op dat jullie tegen elkaar springen. Oh, pas op de knietjes. Uh-oh, wat ding. Het stoep kwijt is very going strong. Met deze dame hier. Die andere schurkenburg heeft ons al verlaten. Die ging niet naar binnen. Niet dat hij daar iets kan doen. Want zijn iPad staat geblokkeerd. Maar we hebben het gras getekend. En we hebben Boris. Meer een konijn lijkt. Dus ik heb mijn best gedaan. We moesten de schapen. 1, 2, 3, 4 schapen. En de trampoline. Met de meester op. Want die past nu niet in het huis. Want we hadden een heel mooi huis. En dit is de lopen. Pascal, mama, de deur. Dit is de schapen. En de trampoline. Ja, we hebben hier ook de deurbel. Nou ja, mama en Pascal dan. Logan. En wie zit dan? Wie zit dan? Druk. Waarom ben jij helemaal bovenaan? Want ik ben niet in de raam. Ben je in de raam? Kijken, want dat doe ik soms. Hoe ga je dan uit je raam kijken dan? Op de verwarming. Op de verwarming staan? Ja. Oké. Okay. Oh ja, hier staat het. Druk. Met een zonnetje. Zonnetje, wolken en hart. Vogel. En wolken. En hier hebben we hartjes. En dan hebben we hier aan de andere kant van de wereld natuurlijk. Hè, want de wereld is rond. Bomen nog. Ik vind dat we hebben eens even goed gedaan. High fives. Bam. Keurig. Alleen nog de blaad. Oh ja, dan even blaadjes anders. Blaadjes. Misschien dat we nog niet 1, 2, 3 hoeven te sparen voor de kunstacademie. Maar goed hè. Smeer de vogel. Allemaal blaadjes aan de bomen. En deze boom is hier kaal of heeft hij ook blaadjes? Deze is witte bloemetjes aan de boom. Oh, net als die we daar hebben staan. Die blaadjes. Wauw, ja, dat vind ik er sprekend op lijken. Ik stel me dat ik niet alleen ben. Op het moment dat je nasje of baan niet maakt, dat je dan vast in de kroep ook gaat beginnen. Gewoon optrek. Het is bijna 5:30. En Pascal zei net, en ik vroeg van goh, ga je nog even naar de supermarkt, want de kaart is op. En fruit, bananen, appels en eieren, nadat ik nasje heb gemaakt mee. En toen zei hij, ja, ik ben nog even aan het werk, maar dan haal ik ze daarna op. En toen dacht ik, het is 5:00, je zou onderweg naar huis moeten zijn. Dus ik vroeg van goh, ga je open werken dan vandaag? En daar heb ik nog geen antwoord op gehad. Ik ben benieuwd of we vanavond met z'n 3 of met z'n 4 eten. Je zult zien. Ik aan het werk. Ik moet echt maar ophouden, dit helpt niet. Ik ga met de tafel zitten. Nee, dat helpt waarschijnlijk ook niet. De zon verdwenen. Goedemorgen, het is. Net is al morgen. Het is vandaag donderdag 16 april. Ja, hadden we afgesproken, hè? Ja, ja was afgesproken.
We hebben het op het houten bord. Oh, wat vervelend. Het houten bord hebben we vanochtend gedaan. Deze. Dus moest ik even opzoeken waar ik dacht het was. Het is nu 11:30. Ik heb al fruithap gehad. En Brooke is er helemaal mooi aangekleed. Met een mooie jurk, met een mooie sokken. Ik vind het moeilijk. Het is ook moeilijk. Welke letter is de A in de rode? Kijk, want het moest een rode zijn. Ik wil weten hoe onze thuisdag gaat. Het gaat ongeveer zo. Als ik met één kindje bezig ben, dan gaat het andere kindje iets anders doen. Goed zo, Brukje. En nou de N. Dat is de groene. Laat me eens kijken. Heb jij nou eens eindelijk je werkje goed gedaan? Ja, ik kan er niet om lachen hoor. Een beetje gek wat je allemaal aan het doen bent. Want hier wist je denk ik al een hele ochtend over bezig. En nu ben ik even net boos. En toen heeft hij het allemaal in 2 minuten gedaan. 7. Ja. Dit is 7. Oeh, die is niet helemaal goed. Kijk, ik heb 9 euro. Die moet ik nog even opnieuw maken. Oh, ik dacht dat het alles 10 was. Nee. Oh, dan is die natuurlijk ook niet goed. Die is ook niet 10. En die is natuurlijk ook niet 10. Kijk, ik heb gewoon een slordigheidsfoutje gemaakt nu. Want je antwoorden zijn goed als er 10 waren geweest. Maar het zijn er geen 10. Ik had gisteren al besteld van Your Surprise, last minute. Want ik was gisteren pas met de agenda bezig toen ik tot de conclusie kwam dat het volgende week dus mijn vakantie is. En dat ik dan de kinderen dus wegbreng en heel veel zou moeten werken. Dat moet ik niet heel veel doen nu. En toen dacht ik, hey, weet je wat het vrijdag is? Vrijdag is het 17 april. En weet je wat 17 april is? Dat is het jubileum, hoe zeg je dat? Dat is de dag waarop Pascal en ik elkaar voor het eerst ontmoet hebben en nooit meer van elkaar zijn dus afgeweken. En toen dacht ik, ja, dan zijn we dus officieel 4 jaar samen. Daar zijn wij allebei, en dat zal heel de wereld kunnen beamen die ons in het echte leven kent, super aromantisch. Maar ik dacht, ik wil wel in ieder geval iets doen. Pascal heeft natuurlijk van de week een nieuwe bus gehaald. En een van de dingen die hij altijd met zijn bus doet, zijn oude en zijn nieuwe nu dus ook, is dat hij 's ochtends een kop koffie meeneemt in een mok. En die zet hij dus in zijn cupholder. En dan drinkt hij dus koffie onderweg naar zijn werk. How cute is dat? Dat zijn mijn bruggen. En er stond al van tevoren love you op. En toen kon je nog een eigen tekst doen. En wij zeggen eigenlijk al, dit is even het begin van de tijd, dat we elkaar zoveel belden. Nu belden we elkaar nog best wel vaak hoor. Maar toen natuurlijk in het begin heel veel. Dat ik heel erg bij en dan hing hem op. En dan binnen een minuut was je bijvoorbeeld bij diegene thuis. Want we bellen elkaar natuurlijk vooral als we onderweg zijn. En ja, dus wij zeggen nog steeds heel veel, blijf bij en dan hangen we op. En het is echt een beetje ons dingetje. Ik vind hem echt super grappig, maar het schijnt dus dat je hier dus dubbel koffie in kan. Kijk wat er geen prijskaartje meer staat. En wat ik dan het allerleukste vind, want ik ben echt een evil knievel wat dat betreft, is dat ik deze dus morgen ga inpakken. Ik ga die nu wegzetten en dan ga ik hem morgen inpakken. En dan morgenavond zet ik hem ingepakt dingetje op zijn bordje neer. Als hij thuis komt voor het eten, want zijn die kinderen natuurlijk ook niet meer. En dan gaat hij het ook maken en heeft hij zoiets van, waarom? En dan kan ik zeggen, omdat we hier samen zijn. En dan als jullie afvragen hoe ik toch een beetje wat nieuws kijk. Zo gaat dat best aardig. Wat zijn jullie aan het doen? Wat kijk jij, Brooke? Wauw. En Logan, wat ben jij aan het doen? Gamen. Oh, liggen jullie gezellig bij elkaar? Ja. Anna gaat dus even het bad aanzetten, want het is tijd om naar bed te gaan. Ga je maar uitkleden, kleertje in de wasmachine proppelen? Hoppada. Nog niet. Nog wel.